Kijk, daar zitten ze hoor. Goedemorgen jongelui. Goedemorgen man. Waar zijn we? We zijn in ons nieuwe huis in Austin, Texas, op South by Southwest. En, elk jaar verhuizen we in het verleden met Jill mee, maar Jill heeft geen huis meer. En heeft vrienden gevonden die ons willen huisvesten. Ja, en je zit lekker buiten. Heerlijk. Vandaag schijnt het 30 graden te gaan worden en morgen weer 18. Dus we moeten er vandaag van genieten. Ja. En jouw 11e South by Southwest? Ja, klopt. Ja, wat verwacht je ervan? Wat verwacht ik ervan? Ja, voor mij is de kracht eigenlijk altijd, misschien wel, dit hier aan die tafel zitten. Dat je met een aantal mensen bent die met dezelfde onderwerpen bezig zijn. Daarover te praten, bij te praten en bij de sessies kennis op te doen en dat die later te evalueren. Dat is eigenlijk wat ik er leuk aan vind. Michiel Buitelaar, jij ook weer aanwezig? Ja, dat is leuk. Gisteren al een eerste dag. Ja. Altijd even op gang komen, denk ik. Nou, dat is meestal wel met een sprong in het diepe. Gelijk heel hard rondrennen en in rijen staan. En vreselijke keuzestress om uit die honderden sessies wat uit te zoeken. Maar goed, men rolt er wel doorheen. Ja, al dingen die je opvallen na zo'n eerste dag? Er is een overdaad aan AI en aanverwanten. AI, digital assistants en taaldingen. Daar heb ik daar ook een beetje voor gekozen. Want er zijn ook andere dingen. Maar dit zijn er wel heel veel. En daar zijn heer Berger en ik ook een paar keer in beland. En dat was wel aardig. Ja, en wat zie je dan nu gebeuren waarvan je denkt, hey, dat is toch weer interessant om waar te nemen? Over die AI denk ik dat je kan zien dat het in kleine stapjes wat volwassener wordt. En dat het niet meer alleen maar is van, oh, er is AI en het lost alles op. Maar dat er mensen een beetje beginnen te rubriceren. Dat er verschillende soorten, verschillende toepassingen. Dat mensen intelligente dingen zeggen over hoe dat dan in wat voor soort omgevingen tot stand komt. Hoe de producten worden gemaakt. Volgens mij is die discussie echt veel volwassener dan 1 of 2 jaar geleden. Michiel Berger, jij bent ook traditioneel veel met AI en dat soort onderwerpen bezig. Ben je het eens met Michiel? Ja, daar ben ik zeker mee eens. Het ging vorig jaar ging het veel meer over de algoritmes en moet je kijken wat we kunnen, zeg maar. Ja. En nu gaat het veel meer over hoe zorg ik er vervolgens voor dat het een product wordt wat onderhoudbaar is, waar iemand op zit, wat een designer ook snapt. Dat is toch weer anders. Hoe ontwerp je een voice assistent? Dat is ook iemand, hè? Dat is ook een bepaalde stem of een bepaalde taal die je daarbij inzet. Is het dan eigenlijk het stadium voorbij dat we met z'n allen heel graag willen laten zien wat we kunnen en dat we nu veel meer gaan kijken naar de toepassingen? Is dat vertaald wat je bedoelt? Ja, dat denk ik wel, ja zeker. Precies. Dat zeg je het? Nou, een paar dingen die ik heb bijgewoond, ging er vooral over hoe je dat dan kan toepassen en in welk soort omgeving en met welke randvoorwaarden. Dat vond ik boeiend en ik denk ook dat hele waardevolle discussies zijn, waar overigens ook totale onzin bij zit hoor. Ja. Wat mij betreft, over hoe we dan evil AI kunnen afstoppen en aan wat voor regels dat moet voldoen en hoe dat reguleren is. Nou, daar geloof ik dus overwegend geen snars van. Nee, dat is toch wel een hot issue. Ik heb zelfs Elon Musk horen zeggen dat het gevaarlijk is, AI. Ja, wie ben ik om Elon Musk in twijfel te trekken? Maar dat vraag ik me ook af. Ja, ik vraag me ook regelmatig, maar doe het toch. Ja. Volgens mij kletst hij daar echt onzin over. Maar ja, nogmaals, die man heeft terecht nogal veel uitstraling. Maar ja. Ik denk dat er heel veel dingen... Hij komt vandaag trouwens. Ja, ik schrik ervan. Maar ik weet niet of hij ook voor mij schrikt. Maar een duo interview. Ja, ik wil wel, maar ik, ja, goed. Bescheidenheid zie je het mensen. Ja, AI, Erwin, dat was vorig jaar ook al heel groot. Wat zijn andere dingen? Ik zag in ieder geval blockchain, eindeloos. Ik heb al nooit crypto's. Zo'n lange rij gezien als gisteren voor de sessie van waar een van de grondleggers van Ethereum, waarmee apps bovenop de blockchain gebouwd worden, platforms bovenop de blockchain gebouwd worden. Er was het conventiecentrum is heel groot, zoals je weet. Misschien wel 500 meter diep. En dat ging, de ene verdieping was een rij, dan moest je een trap af, nog een trap af. Dan ging die andere verdieping eruit, dan ging die rij weer helemaal door. Allemaal om die man te horen praten. Dus net als op de rest van de wereld is de blockchain hier wel een heel hot item. Maar wat mij verder opviel, als je het programma doorkijkt, dat hier dit jaar heel erg ook bewust gaat over, maar hoe kunnen we technologie nou goed inzetten voor de mensheid of simpelweg. Dat viel mij ook heel erg op, dat juist heel veel sociale onderwerpen op de agenda staan. Absoluut. Van discriminatie, privacy, equality, toegankelijkheid, allemaal dat soort dingen. Ja,
Nee, absoluut. Dus daar was gisteren een klein beginnetje van. Maar dat valt heel erg op dat men daar kennelijk bewust voor gekozen heeft in de thematiek. Ja. Doe jij ook dat soort sessies, Michiel? Ja, ik probeer wel zoveel mogelijk te variëren. Ja. Ik wil niet alleen maar naar AI kijken. Nou, je hebt ook eens een jaar alleen maar sessies over robots of drones, geloof ik. Drones gedaan. Ja. Heb je dit jaar ook zo'n thema? Nou, ik heb niet één thema eruit. Ik heb bijvoorbeeld voor vandaag heb ik ook iets staan over food. Over vertical farming en hoe dat dan kan gaan werken. Dit lijkt me ook wel aardig over quantum computing, science fiction to science fact. Dus ja, ik probeer het wel een beetje breder te trekken dan alleen maar AI. En jullie mannen vandaag? Nou, nog wel wat AI-achtige dingen. Een documentaire. Er is iets over chatbots, waar ik wat mee heb. En iets over innovaties en horror. Dat lijkt me spannend. Ja, zeker. Ja, dat soort thema's, dat heb je hier ook. Ja. Ik denk dat ik vandaag eventjes langs ga bij het Google Funhouse heet het, meen ik. Ja. Dat gaat heel erg over voice. Dus wat kun je met alle mogelijkheden die de stem en aansturen, middels de stem, de mogelijkheden daarvan. Oké, nou zijn we helemaal niet toegekomen aan een uitleg van het huis en wie er nou kookt en hoe dat gaat hier in de huishouding, de reality soap. Zullen we dat dan morgen doen? Ja. Dan ga ik een wasje draaien ook. Ja. Jij gaat een wasje draaien. Dan is het tijd voor een wasje. Ja.